Het is misschien een beetje in de hoofden van meisjes geprent dat ze een string moeten dragen en dat ze sexy ondergoed aan moeten. En zo kom je er dus achter of je een goede BH draagt. Hoe vertel ik aan mijn moeder dat ik strings wil kopen? En dit is eigenlijk een beetje een adviesvraag en mijn advies hiervoor is: laat die vriend het dan lekker zelf kopen. En ze vraagt je waarschijnlijk hoe ze nou van tevoren kan weten of jongens haar ondergoed sexy vinden. Maar laat me je één ding vertellen. Hoi hoi, Lise hier en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Als je dit als jongen kijkt, denk je waarschijnlijk: hoe de f*** ga jij een hele video vullen over alleen ondergoed? Maar als meisje weet je wel beter. Ik wil het eens eventjes hebben over ondergoed. En voor jongens is dit waarschijnlijk gewoon: ze hebben een luier aangehad en vervolgens zijn zij de rest van hun leven overgegaan naar boxershorts. En ze dragen verder niks anders. En ze hoeven zich ook nergens zorgen over te maken. Die boxershorts, die zitten wel goed. Maar als meisje is dat gewoon eventjes een heel ander verhaal. Het is ook niet voor niets dat ik mij de dag herinner waarop ik mijn allereerste BH ging kopen. Ik herinner me nog dat mijn moeder dat aan mij vroeg. We waren aan het shoppen en ze zei van: Lise, wil je eigenlijk niet een BH'tje dragen? En ik had al zo lang in mijn hoofd... Goed, I'm back. Ik had dus al zo lang met die vraag in mijn hoofd gezeten. Maar ik wist gewoon niet: hoe ga ik dit vragen? Is het raar? Is het ongemakkelijk? En nu ik ouder ben, weet ik dat dit echt helemaal niet raar is eigenlijk. Ik was daarom ook gewoon ontzettend blij dat mijn moeder het aan mij voorstelde. Maar ik weet dat dit voor heel veel meiden niet het geval is. Zodra je als meisje geen luier meer draagt, ga je over op dit soort onderbroeken. En er is natuurlijk helemaal niks mis met deze onderbroeken. Maar op een bepaald moment in jouw leven komt er ineens een switch. En dan ga je denken: ik wil strings aan, ik wil ander ondergoed aan, ik wil leren onderbroeken aan, ik wil rood ondergoed aan, ik wil BH's aan, ik wil bralettes aan. Dan ineens zie je dat er zoveel meer is dan alleen een hemdje en deze onderbroek. Maar het is gewoon best een grote stap en er komt ook nog best wel veel bij kijken. Dus in de video van vandaag ga ik ontzettend veel vragen van meiden beantwoorden over ondergoed. Lijkt je deze video nou leuk en wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan eventjes op dat blauwe duimpje omhoog en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Oké, ik heb dus op Instagram gevraagd of jullie een aantal vragen wilden achterlaten over het onderwerp ondergoed. En er zijn heel veel vragen binnengekomen. Als je al deze vragen zou zien, besef je eigenlijk hoe bizar het is waar meisjes zich allemaal druk over maken. En ik zeg niet dat dit verkeerd is, want het is heel normaal om je daar zorgen over te maken, want elk meisje doet het. En ik wil nog niet heel feministisch overkomen, maar het laat je wel gewoon eventjes beseffen dat jongens het zoveel makkelijker hebben dan meisjes. Goed, we gaan naar de eerste vraag. Vrouwen zich dit af hebben gevraagd, is er een ontzettend slim iemand geweest. Ik weet niet precies wie, maar diegene heeft dus deze onderbroekjes gemaakt. Deze onderbroekjes worden ook wel een soort van second skin onderbroekjes genoemd. Omdat ze dus geen naden hebben, sluiten ze dus naadloos aan op je billen. En daardoor zie je dus niet die randen in je broek zitten. Een andere manier hiervoor is natuurlijk om gewoon een string aan te doen. En nou wil ik allereerst even zeggen dat er heel erg een verschil is tussen dit soort strings, wat dus eigenlijk helemaal niks is, en dit soort strings. Dit is niet echt een string, want het zit niet helemaal in je billen. Maar je zal in ieder geval niet zo'n naad op de helft van je billen zien. Omdat dit gewoon zo net een beetje tussen je billen valt. Het valt een beetje zo tussen je billen en dus niet in je billen. Er is niet een specifieke leeftijd wanneer je ineens een string gaat dragen. Een string kan je een keertje dragen om je gewoon eens een keertje sexy te voelen in plaats van een onderbroek te dragen die gewoon praktisch is. Ik kan wel ongeveer een beetje aangeven op welke leeftijd dat idee waarschijnlijk komt. Dat is bij de meeste mensen rond hun 14e, 16e. Maar again, dit kan bij iedereen ontzettend verschillen. Bij de ene is het op een 11e en bij de ander is het op een 18e. Het maakt allemaal niet uit. Het is maar net gewoon wat jij fijn vindt zitten. BH's vallen natuurlijk ook onder ondergoed en je hebt een BH nodig wanneer je borsten beginnen te groeien. Zoals ik al vaker uit heb gelegd, is er een verschil tussen een bralet en een BH. Ik zou wanneer je borsten net een beetje beginnen te groeien beginnen met een bralet. Omdat een BH gewoon best een grote stap is en daar moet je echt wel grote borsten voor hebben, wil je dat het een beetje opvult. Mijn eerste BH'tje was ook een bralet en het verschil tussen een BH en een bralet is als volgt. Ik begrijp natuurlijk dat wanneer je borsten een beetje beginnen te groeien, dat je geen zin hebt dat mensen je tepels door je shirt heen kunnen zien. Dus daarvoor kun je een braletje aandoen en het is gewoon net eventjes een extra laagje over je tepels heen.
Je hebt dus bralletjes zonder vulling, zoals dit. Maar je hebt ze ook met vulling, alleen is de vulling dus gewoon heel erg dun. Maar dit zit wel echt ontzettend lekker. En dan heb je natuurlijk nog een BH. En dit is dan een BH met een beetje push-up. En dit bedekt gewoon eigenlijk alles en maakt het ook natuurlijk een stukje groter. Alleen zoals ik dus net al zei, dat wordt natuurlijk wel een enorme switch als jij van de een op de andere dag ineens een BH aandoet. Dan heb je ineens mega dikke tieten. Het is gewoon net eventjes aan jou wat jij het fijnst vindt. Maar ik wil er wel eventjes bij zeggen dat het niet verplicht is om een BH te dragen. Er zijn namelijk meiden die hun hele leven lang nog nooit een BH hebben gedragen en die voelen zich daar prima bij. Ik heb wel altijd een BH gedragen, maar ik ben nu weer overgestapt op braletjes omdat ik dat eigenlijk veel fijner vind zitten. Plus mijn borsten zijn dan wat minder groot en wat minder zichtbaar. Voor elk meisje is het zo anders, maar ik wil gewoon eventjes zeggen dat het echt aan jou is wat jij wil dragen, wanneer jij het wil dragen. Het is jouw lichaam en jij bepaalt wat je ermee doet. Niks moet, alles mag. Again, het is maar net waar jij je fijn bij voelt. Als jij wil dat je borsten net wat groter lijken, dan kan je een bikini met vulling doen. Dan zijn ze wat meer gevormd en wat meer rond. Of je doet een bikini zonder vulling en dan zijn ze gewoon puur natuur, precies zoals ze zijn. En voor de mensen die zich afvragen, wat zijn oma-onderbroeken precies? Zoals ik dus net heb uitgelegd, oma-onderbroeken zijn eigenlijk de onderbroekjes die jij dus draagt nadat je je luier uit hebt gedaan. Dan krijg je dus die grote onderbroekjes aan. En aan het eind van je leven draag je die oma-onderbroeken weer. En dan zien ze er dus weer zo uit. Ik snap waar deze vraag vandaan komt, maar het antwoord hierop is zeker nee. Oma-onderbroeken zijn totaal niet raar en ik moet ook zeggen dat ik ze ontzettend veel draag. Vooral 's nachts, want ik vind het gewoon ontzettend fijn om daarmee te slapen. Het is misschien een beetje in de hoofden van meisjes geprent dat ze een string moeten dragen en dat ze sexy ondergoed aan moeten. Maar dit is helemaal niet waar en ook helemaal niet handig en helemaal niet fijn. Elke dag een string dragen is helemaal niet chill. Trust me. Ik heb dat een tijdje gedaan, maar het is echt nergens goed voor. Het is niet goed voor je poes. En dat komt voornamelijk door deze stofjes. Vroeger droeg ik elke dag een string van deze stof. En ik heb hier elke dag in gelopen. En op een gegeven moment begin je dat dus een beetje te ruiken. Dus ik heb toen aan mijn moeder gevraagd van mam, hoe kan dat? En toen zei ze, Lise, dat komt doordat je elke dag deze fucking dingen draagt. Er is helemaal niks mis met het dragen van zo'n string. Maar zorg dat je het niet 24/7 aan hebt. Zorg dat je ook af en toe gewoon eventjes afwisselt met een katoenen string. Want hierin kan je poes dus wel ademen. En dit is echt veel beter daarvoor. Zorg ook dat je 's nachts gewoon geen string draagt. Want dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Niemand gaat het zien. Zoals ik dus al zei, 's nachts doe ik eigenlijk gewoon altijd lekkere oma-onderbroekjes aan. Maar goed, ik ben een beetje afgedwaald. Oma-onderbroeken zijn dus niet raar, alleen maar super fijn. Nee, dit is helemaal niet raar. Als jij geen zin hebt om een string te dragen, dan doe je dat lekker niet. Who cares? Dit wordt eigenlijk heel veel afgeraden. En dit is voornamelijk omdat een BH dus best wel strak onder je borsten zitten. En dat is niet goed voor de bloedtoevoer en je lymfeklieren. Plus je huid kan dus niet echt herstellen in de nacht. Als jij heel de dag een BH draagt die gewoon best wel hard drukt hierop en je draagt dat 's nachts weer, wanneer kan je huid dan herstellen? Mocht je dit nou wel echt willen doen, zorg dan dat je een BH draagt zonder beugels. Dus misschien een braletje, daar zou je in principe wel mee kunnen slapen. Maar ik zie niet echt een reden waarom, want ik vind het dus echt heerlijk om zonder ondergoed te slapen. En zo zijn we ook meteen bij de volgende vraag. Het antwoord hierop is ja. Sterker nog, het wordt zelfs aangeraden om volledig naakt te slapen. Ik vind het zelf ook echt heerlijk om naakt te slapen. Ik slaap eigenlijk nooit met een pyjama of ondergoed. Tenminste, ik heb wel een onderbroek aan, maar dan heb ik of een Brazilian of een oma onderbroek aan, maar geen string. De volgende vraag. Welke stof is het beste voor je poes? En zoals ik dus net al zei, is dat katoen, omdat het daardoor heel erg kan ademen. Zeggen dat ik dit best een lastige vraag vind om te beantwoorden, omdat elk gezin en elke moeder en elk kind is natuurlijk heel erg handig. Maar ik wil wel eventjes zeggen hoe ik het zou doen. Zoals ik dus eerder in deze video heb gezegd, was ik ook echt de poesie om het aan mijn moeder te vragen. Terwijl ik nu echt denk van, waarom? Het is zo'n normale vraag. Het beste om dit te doen is om je moeder gewoon eventjes apart te nemen wanneer zij eventjes alleen in haar slaapkamer is. In ieder geval niet waar je vader en je broers bij zijn, want dan ga je waarschijnlijk een paar lullige opmerkingen krijgen. Waar je sowieso helemaal geen zin in hebt, want waarschijnlijk ben je best een beetje zenuwachtig. Ondanks dat het een hele normale vraag is. Wanneer je het aan je moeder vraagt, leg daarbij dan uit waarom je het wil. Dus is de reden bijvoorbeeld dat je je tepels begint te zien? Of is de reden dat je niet meer fijn voelt in de hemdjes die je nu draagt? Of is er een hele andere reden? Leg het gewoon uit en vraag aan je moeder of ze er gewoon eventjes over kan praten. Mocht ze nou nee zeggen, ik kan eerlijk gezegd niet echt begrijpen waarom ze dat zou doen, maar goed.
Leg dan erbij uit dat het wel gewoon jouw lichaam is en dat jij heel graag braletjes zou willen proberen. Zoals ik dus al zei, het hoeft niet meteen een super sexy rode kanten BH te zijn. Het kan ook gewoon een heel simpel grijs braletje zijn waar je gewoon ontzettend veel aan hebt. Zodat je er gewoon alvast aan kan wennen. Dit is een hele goede vraag. En het antwoord erop is eigenlijk nee, omdat wanneer je ongesteld bent, je natuurlijk bloed verliest. En er moet iets zijn om dit op te vangen. Ik zal het eventjes demonstreren. Oké, dus er zijn een aantal scenario's. Wanneer je ongesteld bent, kun je natuurlijk een organicup en een tampon inbrengen. Maar je kunt ook alleen een maandverbandje in je onderbroek leggen. Maar bij een tampon en een organicup is er natuurlijk een kans dat het alsnog een beetje doorlekt en in je onderbroek komt. Dus daarbij is het altijd handig om alsnog een maandverbandje in te doen. Nou, let op. Ik heb er eventjes een klein maandverbandje / inlegkruisje. En dat ziet er dus zo uit en je wil natuurlijk de hele breedte en het hele oppervlak gebruiken. Dit is een normale onderbroek en dit is eerlijk gezegd mijn favoriete onderbroek, want het is net geen string en net geen oma onderbroek. En je kan hem dus ook nog aan wanneer je ongesteld bent, want als ik hier nu dat inlegkruisje plak, dan zie je dus dat de randen van de onderbroek er nog een beetje buiten komen. Wat dus betekent dat dit gewoon zo gaat blijven zitten en alles op kan vangen. Dus dit gedeelte gaat niet in mijn billen, maar blijft er gewoon tegenaan zitten. Maar als ik datzelfde nu zou doen bij deze super sexy string, dus ik doe hem op dezelfde plek, dan zie je dus dat het maandverbandje breder is dan de onderbroek zelf. Wat dus betekent dat wanneer ik dit aan zou doen, dit gedeelte in mijn billen gaat, dit zo dubbel gaat vouwen en dit is niet meer genoeg oppervlak om mijn bloed op te vangen. Dus daarom is het niet handig om een string aan te doen wanneer je ongesteld bent. In ieder geval niet wanneer je hevig ongesteld bent, maar als je op je laatste dag ongesteld bent, dan maakt het in principe niet meer zo uit. En dan kan je dus gewoon een inlegkruisje in doen, omdat je weet dat je waarschijnlijk toch niet meer zoveel gaat bloeden. Dit is gewoon een gevoel wat je hebt. Je moet ondergoed aandoen en naar jezelf kijken en je voelt je op dat moment sexy. Voel je je niet sexy? Vind je het ondergoed niet sexy? Dit is overigens voor iedereen verschillend. Ik vind bijvoorbeeld de kleur zwart en donkergroen heel erg mooi bij mij. Maar iemand anders kan weer een kleur rood of paars hebben. En ze vraagt je waarschijnlijk hoe ze nou van tevoren kan weten of jongens haar ondergoed sexy vinden. Maar laat me je één ding vertellen. Je kan het meest sexy lingerie setje ever aandoen. Maar wanneer jij je er niet sexy in voelt, zul je er ook niet sexy uitzien. Sexy is confidence. Wanneer jij je supergoed en super sexy voelt, dan ben je sexy. Maar wanneer jij je eigenlijk niet zo heel erg lekker voelt, maar je weet dat je wel een sexy setje aan hebt, that's not gonna work. Sexy ondergoed is ondergoed waarin jij je de beste versie van jezelf voelt. Vraag die zo vaak naar voren is gekomen. En again, hetzelfde met de BH's. Ik vind het een beetje lastig omdat elke moeder en elk kind natuurlijk heel erg anders is. Maar als de communicatie tussen jou en je moeder een beetje goed zit, dan kun je dit als het goed is gewoon vertellen. Een string is nog wel een beetje een ander ding dan een BH. Want een BH heeft dus echt een functie. Je kan uitleggen van, nou, ik voel mijn borsten een beetje, dus ik wil een BH dragen. En de enige functie van een string is eigenlijk gewoon dat je er geil en sexy uitziet. Dus ja, dit is natuurlijk wel een beetje een stap als je dit aan je moeder vraagt. Maar then again, het is jouw lichaam en jij mag ermee bepalen wat je doet. En je kunt gewoon tegen je moeder zeggen van, ik wil gewoon eventjes weten hoe het voelt. Nee mam, ik ga niet meteen naar 10 verschillende jongens rennen en het aan allemaal jongens laten zien en seks hebben en blablabla. Want dat is natuurlijk het eerste wat je moeder denkt. Je kunt gewoon eventjes uitleggen dat je gewoon heel erg benieuwd bent. Dat zal ze vast accepteren. En eigenlijk heeft een string nog wel één praktische reden. En dat is dus dat je die randen in je broeken niet ziet. Dus als je gewoon zegt van, nou mam, ik vind die randen in mijn broek ontzettend lelijk. Dus ik wil graag een string dragen, zodat je dat dus niet meer ziet. Dan heb je een praktische reden. Een aantal keer uitgelegd en dit blijft wel een van mijn favoriete dingen om uit te leggen. Stap gewoon een keer de Hunkemuller of de Victoria's Secret of de Bijenkorf of whatsoever in en zeg gewoon hoi, ik wil mijn BH-maat weten. En die vrouwen gaan je super goed helpen en adviseren en je zult zien dat er echt een hele wereld voor je open gaat. Trust me, ik vind het zelf echt een van de leukste ervaringen wanneer ik merk van, oh, ik moet een nieuwe BH-maat, want mijn borsten worden kleiner of groter. Dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Dan weet ik gewoon van, oké, yes, dus ik mag binnenkort weer lekker naar de Bijenkorf of naar de Hunkemuller. En daar word ik weer gewoon helemaal lekker gepamperd in nieuwe BH's. En zo kom je er dus achter of je een goede BH draagt. Want het is wel belangrijk dus om een goede BH te dragen, omdat het wel je borsten ondersteunt. Je moet niet met een kleine of met een te grote BH lopen. Een hele goede vraag, want er zijn natuurlijk niet maar twee soorten onderbroeken. Dat zijn oma onderbroeken en strings. Je hebt heel veel verschillende onderbroeken en ik zal ze bij deze eventjes opnoemen en laten zien. Je hebt dus boxershorts. Hier heb ik er zelf geen van, dus ik kan ze niet eventjes laten zien. Maar we weten volgens mij allemaal wel wat boxershorts zijn. Ja, meisjes dragen deze ook. Zitten overigens ontzettend lekker, vooral als je ongesteld bent.
dan is een boxershort echt mega lekker om te dragen. Dan heb je vervolgens briefs. Ik doe het allemaal eventjes in het Engels, want zo staat het vaak op de verpakkingen. Briefs zijn dus eigenlijk gewoon oma onderbroek. Alleen ze zetten natuurlijk niet oma onderbroek op de verpakking. Dit zijn dus briefs. En briefs zijn gewoon lekkere grote katoenen onderbroeken. Vervolgens heb je nog hipsters. En hipsters zijn eigenlijk een beetje een combinatie van alles. Het is net geen string, net geen oma onderbroek, net geen Brazilian. Ze komen dus niet in je billen, maar op je billen. Doordat ze dus best wel gewoon een brede achterkant hebben. Maar niet zo breed dat je dat randje van je onderbroek gaat zien. En ze zijn mid-rise, wat dus betekent dat ze gewoon onder je heupen komen. Dan heb je natuurlijk nog strings in allerlei soorten en maten en kleuren. En in de categorie strings heb je dus ook weer G-strings. En G-strings zijn dus strings met helemaal geen achterkant, dus echt alleen een touwtje. En last but not least, dan heb je nog mijn favorites. Dat zijn Brazilian underwear. Dus dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als een brief. Alleen zijn deze dus hoog uitgesneden, waardoor ze dus zeg maar boven je heupen komen. En ik vind dat gewoon heel erg mooi zitten. Het mooiste is natuurlijk om dan helemaal geen BH te dragen, zodat je dus helemaal alleen je rug ziet. Maar als je wel iets wil om je tepels bijvoorbeeld te bedekken, dan heb ik deze opties voor je. Je hebt dan allereerst tepelplakkers, die doe je natuurlijk gewoon op je tepels en zo zie je je tepels niet meer. Maar mocht je dat nou niks vinden, dan heb je ook deze dingen waarvan ik even de naam niet weet, dus die naam komt nu in beeld. En dit doe je dus eigenlijk gewoon als volgt. Je maakt de binnenkant een beetje nat, zodat dit dus blijft plakken. En je doet hem dan zo en zo en dan trek je met een touwtje, trek je alles samen en dan heb je dus een décolleté zonder dat je bij je rug iets ziet. Ik vind die dingen echt super fijn werken, al moet je wel iets straks erbovenaan, wil je ze echt heel de avond op hun plek houden. Ja, mijn tip hiervoor is om eventjes te stoppen met het dragen van strings. Ik had dat namelijk zelf ook. Op een gegeven moment zit het gewoon niet meer zo lekker. En dat is eigenlijk gewoon een signaal van je lichaam van hey, kunnen we heel eventjes iets anders aan doen. Doe gewoon weer eventjes lekker een brief of een Brazilian of een boxer aan. Gewoon om eventjes alles daar beneden wat rust te geven. Dit is eigenlijk een beetje een adviesvraag en mijn advies hiervoor is laat die vriend het dan lekker zelf kopen. Als jij inderdaad helemaal geen zin hebt om dat te kopen, dan hoef je dat ook helemaal niet te doen. Want ik snap best wel dat het misschien een beetje ongemakkelijk kan zijn als je jong bent. Dat vervaagt allemaal wanneer je ouder bent, dan is het alleen maar leuk om te doen. Maar als jij daar geen zin in hebt, dan moet je dat ook niet doen. Als je vriend zo graag wil dat jij een string draagt, laat hem dan lekker zelf een string voor jou kopen. Dan mag hij hem helemaal fijn uitkiezen en dan kan jij die een keertje voor hem aandoen. Maar ga geen dingen doen waar je eigenlijk niet achter staat. En al helemaal niet wanneer het je lichaam betreft. En met dat gezegd hebbende wil ik deze video graag afsluiten. Ik hoop dat ik heel veel jullie heb geholpen. En mocht dit nou het geval zijn, doe dan zeker eventjes dat blauw duimpje omhoog. Vergeet mij natuurlijk niet te volgen op Instagram, want daar laat ik altijd weten wanneer ik weer vragen van jullie nodig heb. En daar kun je dus je vragen stellen. En wie weet wordt jouw vraag een keertje meegenomen in de video. Maar voor nu, vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Joe!